Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze live uitzending op de klokslag 10 Creatief met Janine. Ik heb mijn geluid nog aan, die zal ik even snel uitzetten. Anders hoor ik mezelf heel de tijd terugpraten, dat is ook zo irritant. Nou, gezellig dat jullie er alweer bij zijn. Ik zie dat er een aantal alweer binnenkomen stromen. Ik wacht even totdat we net ietsjes meer kijkers hebben en dan gaan we zo meteen van start. Voor mij was het even een korte pauze, want gisteravond ben ik natuurlijk ook al live geweest in onze Facebookgroep. Dus er zei net al iemand naar bed met Janine en opstaan met Janine. Dus zo wordt het ondertussen wel een beetje eigenlijk. Maar het is hartstikke leuk om te doen. En deze week ben ik zelf inderdaad ook wel heel actief met al die Facebook live uitzendingen. Dat kwam gewoon deze week zo uit. Ik heb dan afgelopen zondag gedaan. Ik heb gisteravond gedaan, nu vanmorgen dan en aanstaande zondag ben ik ook weer aan de beurt. Dus het is even een druk weekje voor mij, maar dat geeft niet. Het is hartstikke leuk om te doen. Ik heb wel een paar makkelijke uitzendingen gedaan dat ik niet enorm veel voorbereiding heb. Want anders is het gewoon niet te doen. Nou, jullie hebben er ook een lekker bakje koffie of thee bij. Zijn er nog mensen die ondertussen ook aan het knutselen gaan of kijken jullie gewoon alleen gezellig mee? Ik denk dat ik wel ondertussen gelijk begin met een beetje de nieuwe producten te laten zien. Want ik wil straks een paar bloemetjes met jullie gaan maken. En anders ben ik bang dat de tijd gewoon al voorbij is. En dat vind ik gewoon jammer. Nou, als eerste ga ik eventjes deze stempel laten zien van Carabella Studio. Daar hebben wij nog niet zo heel veel stempels van in ons assortiment. Maar dit ga ik langzamerhand een beetje uitbreiden. Want dit vind ik gewoon een super gaaf merk. Zeker voor art journal en dat soort dingen. Dit zijn dus rubber stempels die al voorzien zijn van EZ Mount. Dus je kunt er gelijk mee aan de slag. Deze stempel die had ik meegenomen om te laten zien tijdens de live. Maar deze blijft zeker bij mij thuis. Deze wil ik niet meer missen. Oh, leuk Jenny dat je met een fotoalbum bezig gaat. Aanstaande zaterdag kom je toch ook naar de workshop of niet? Voor degene die eventueel nog interesse hebben. Aanstaande zaterdag is er in onze winkel nog een workshop van Patricia Klaassen. En dat is een heel leuk beach album en daarbij ga je werken met de Sins inbindmachine. Dat is ook een superleuke inbindmachine, heel handig in gebruik. En daar leer je dus zaterdag mee werken. Het is echt een pagina met heel veel, of een album met heel veel flapjes en alles. Dus er kunnen wel in ieder geval 20 tot 40 foto's kunnen erin verwerkt worden. Dus hartstikke leuk straks ook voor je, je vakantiefoto's. Of als je eventueel nog vakantiefoto's van afgelopen jaar hebt. Oh, super Saskia dat je pakketje vandaag komt. Dan kun je ook weer lekker aan het scrappen. Nou, leuk dat je erbij bent zaterdag, Shandy. Nou, dat... Oh, ik hoop dat het goed ging, want ik kreeg ondertussen een telefoon. Dat is niet handig natuurlijk. Mocht er eventueel iets van een storing zijn geweest, helaas. Maar ik hoop dat het zo verder goed gaat. Dan hebben we 4 nieuwe stempels van Penny Black binnengekregen. Er zijn wel meer stempels, maar wij hebben gekozen om alleen deze 4 te nemen. Want het is gewoon niet haalbaar om alle stempels te nemen. Een hele leuke stempel van Tulpen. Nou, Penny Black is ook een merk wat gewoon ontzettend goed is qua stempelen. Het zijn kwalitatief hele goede stempels. Het voorbeeld van die stempels staat ook afgedrukt op het kling, zeg maar. En het voordeel daarvan is dat je dus nog precies kan zien waar je gaat stempelen. Met een clearstamp kan je normaal er doorheen kijken en kan je ook zien waar je gaat stempelen. Als je rubberstempels hebt, kan je dat normaal gesproken niet zien. En als dit dus is afgedrukt, kan je nog exact zien waar je stempelt. Ook deze bloemen, die vind ik zelf ook heel erg gaaf. Die ga ik ook nog kleuren. Leek me heel leuk om dat gewoon op een vierkante kaart te doen.
En dan met vellum eroverheen een tekst erop gaan doen. Dus dat is nog een projectje. Die heb ik al in mijn hoofd zitten. Maar zodra ik tijd heb, dan komt dat. Oeh, lekker Judith vanuit een lekker warm bad. Ja, dat is ideaal, hè. Je kan je telefoon gewoon meenemen wat dat betreft. Nou, dit zijn hele gave vogels. De Melody Makers. Ook super gaaf. En de poppies. Wat klaprozen. Ja, die blijven ook gewoon altijd mooi klaprozen. Als je deze stempels gebruikt, moet je ze even het matje uit de Misty halen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik laat zelf ook nog wel heel vaak het matje er gewoon in zitten, hoor. En dan alsnog stempelt die hartstikke goed. Dus dat kan ook nog. Dan hebben we ook nog 4 nieuwe bloemenstempels of bloemenstandjes van Studio Light. Die leg ik nu nog even aan de kanten, want daar ga ik zo meteen wat bloemetjes mee maken. Die kwamen net gistermiddag nog binnen, dus net op de valreep. Ik heb nog geen voorbeeld kunnen maken, dus ik ga het gewoon straks live met jullie doen. Nou, er zijn voor de stempelliefhebbers nog meer stempels binnengekomen. Die waren ook net gisteren binnengekomen. Dat is nieuw van Crealis. Dat zijn 8 nieuwe stempels. En dit zijn ook rubberstempels. En die zijn dus ook al gemount. Er zit verschil tussen de stempels. Ik zal deze even openmaken. Wat is het verschil met die rubberstempels waar je op moet letten? Je hebt rubberstempels, heb je mounted en unmounted. Mounted betekent dat ze voorzien zijn van dit grijze foam. Je hebt dit grijze foam nodig om je stempel op een acrylblok te laten kleven. Zit er dat niet aan, dan moet je datzelfde nog aanmaken. En dat EZ-mount, dat is gewoon te bestellen in de winkel. Dat is op A4 formaat. Dus dat kun je gewoon zelf thuis nog achterplakken. Ik ga dat TZT nog even een keer in een uitzending ook laten zien hoe dat exact werkt. Maar dat is voor een latere keer. Maar je hebt merken van bijvoorbeeld Crafters Companion, die hebben de stempels eigenlijk allemaal unmounted. Dus dan moet je hetzelfde nog achter doen. Ook Ketzelcraft is unmounted. Dus daar moet je het ook achter doen. Nou, er zijn in totaal 8 nieuwe bloemen. Dit is een iris. Op de achterkant hebben ze allemaal een plaatje erbij gedaan hoe het precies of hoe die eruit komt te zien. Ze zijn trouwens 6,95, dus ze zijn ook leuk geprijsd. Dan een hele mooie orchidee. Een dahlia was dit, meen ik. Een roos. Dan hadden we de winde. Een helleborus. Een zonnebloem. En ja, hoe deze heet. Geen idee. Nou, dat is in ieder geval ook een hele mooie. Ik dacht dat ik goed onthouden had, maar helaas. Ik ben niet zo heel goed in al die bloemen. Dus als het beestje maar een naam heeft, zeg maar. Dus dat zijn de 8 nieuwe bloemen van Crealis. En met deze bloemen ga ik aanstaande zondagavond live. Want dan ben ik dus alweer live. En met die live uitzending ga ik weer aan het kleuren met de Lindy Stamp Gang Magicals. Magicals. Dus dan wordt het weer een mooie glimmende boel. Dus dat is voor aanstaande zondag. Nou, wat is er nog meer nieuw binnengekomen? We hebben een nieuwe vintage objectslijn van Yvonne Creations. En dat is een hele mooie lijn. Dit keer een iets kleinere lijn. Meestal zijn dit hele grote lijnen, maar dit keer dus een leuke kleine lijn. Een standsmal van een filmstripje. Die je heel leuk ter decoratie ergens achter kunt doen. En daaruit vallen dus ook... Of daarbij zitten 3 kleine dingetjes. Volgens mij kan je ze er ook weer precies in plakken. Dus dan kan je het eventueel in een andere kleur. Kan je deze nog weer erin doen. Of je kan een fotootje erachter doen.
Of gewoon ter decoratie ergens op een kaart. Hartstikke leuk. Dan zit bij die lijn ook nog een kalligrafie set. Dan kan je op deze leesrol, papierrol, kan je ook heel erg leuk nog gewoon een tekst stempelen. En dit weer ter decoratie achter bijvoorbeeld een bloementoefje doen. Ik zie het al helemaal voor me. Ik moet alleen nog even tijd hebben om er wat mee te gaan doen. Dus dat is deze. Even kijken. Ja, hij komt natuurlijk in spiegelbeeld erop. Daarbij zit dan ook nog een veertje. En een potje inkt. En dat veertje kan je dus ook hartstikke leuk nog weer in het potje inkt gaan steken. Dus dat is ook weer een hele leuke mal. En dan een achtergrondmal. De Endless Time Frame. Die stanst ook heel mooi uit. Even kijken, de klok hoort hier. En dan kan je hier nog weer een leuk vintage plaatje doen. Dan zit daarbij een paperpadje. Die zal ik even openmaken voor jullie. En dat paperpadje heeft dus ja, muziekpapier, een beetje van die vintage rozen. Een effen papiertje. Iets van nieuws, ja, een krant zeg maar. Dus het is echt heel mooi in de vintage kleurtjes. En dit is ook allemaal dubbelzijdig, dus aan de achterkant heb je nog weer andere designs. En dat matcht dus weer bij de knipvellen die ook in deze lijn uit zijn gekomen. In deze lijn zijn 4 verschillende knipvellen uitgekomen. En die zijn tevens ook verkrijgbaar in stansvellen voor degene die het knippen lastig vinden. Of ja, gewoon geen zin hebben in knippen. Ik zie dat ik 1 velletje mis. Dus ik kan de 3 laten zien. Maar er is dus nog een 4 erbij. Een hele mooie met auto's. Dan eentje met ja, muziek. Instrumenten, dat past natuurlijk ook allemaal heel goed bij een vintage lijn. Een ouderwetse klok, ook weer met die pen en veer en de typemachine. Dus dat zijn de velletjes erbij. En dan zit er een hobby magazine bij. En in dat hobby magazine, die is voor €1,99. Daar zit heel veel inspiratie in. Je kunt de kaarten gewoon namaken, er zit een werkbeschrijving bij. Of een werkbeschrijving, er zit in ieder geval een lijst bij wat je allemaal nodig bent. Ik ga heel snel even met jullie meespieken of er ook echt een beschrijving bij zit. Of dat het puur namaken is. Er staan in ieder geval wat tips bij over het distressen bijvoorbeeld. Er zitten hobby dots patronen bij en borduurpatronen. Kijk, en hier zie je dus echt allemaal leuke voorbeelden al met die lijn. Het is echt een hele mooie vintage lijn. En niet zo grote lijn, dus dan is het ook nog een keer ja, te betalen, zeg maar. Kijk, zoals deze ook, die is ook echt super gaaf. Hier nog wat borduurpatronen. Dus er zit echt voldoende inspiratie in en dat voor €1,99. Dus dat is gewoon echt ja, een leuk hebben boekje voor erbij. Nou, er zit dus geen complete werkbeschrijving bij, maar wel alle materialen wat ervoor gebruikt zijn. En als je een beetje kijkt naar het plaatje, dan kom je al wel een heel eind. Dus dat is de Yvonne Creations lijn. Die gaan we even weer opruimen. Dan gaan we weer naar iets anders. Ik weet niet of jullie ze nog kennen van de kerst. Toen was dit helemaal hot om met de Studio Light krimpfolie sleeves om daar kerstballen mee te maken. Maar het blijft niet alleen bij kerstballen. Ze zijn er nu in heel veel mooie designs. En je kan dus kiezen voor om er ballen van te maken. Maar het kan ook om glazen potjes. En hoe leuk is dat om bijvoorbeeld voor de zomer dit lekker gezellig buiten op tafel neer te zetten. Of je zet het binnen neer. Of om als cadeau weg te geven. Hier ga ik ook nog even een keer een
complete live uitzending aanwagen. En dan laat ik het zowel zien met de ballen als met wat glazen potjes. En hoe je het ook nog weer leuk kan decoreren. Er zijn nu verschillende soorten. Dit is bijvoorbeeld één met hele leuke tekst. Nou, dat is gewoon neutraal. Kan je aan iedereen cadeau doen. Daarin zitten dan 4 verschillende sleeves. En zo'n setje met sleeves kost dan 3 euro. Dan heb je hem ja, met echt een beetje nostalgische plaatjes. Dan bloemetjes. Een hele vrolijke frisse. Dan met de kleurtjes uit de So Springlijn. Janneke Brinkman kan uiteraard niet ontbreken. En voor de zomer een hele leuke met die zomerlijn van vorig jaar. Hoe heette die ook alweer? De Summer Feelings. Dan eentje met de La Provence voor de liefhebbers. Dus ook echt weer leuk met dat gieten of de kruiwagen en de konijntjes. Hartstikke leuk. Dan nog één met vogels. Die is uit de Romantic Botanic lijn. En dan zijn er nog nieuwe maten. Want dit zijn zeg maar de maten die er vorig jaar waren. En die waren dus geschikt voor de kerstballen. En die kan je dus ook nu om de potjes heen doen. En nu hebben we ook nieuwe formaten. En die zijn wat groter. Daarin zitten dan 3 van die crimp sleeves. En die zijn breder en iets groter. Kijk, die gaan voor maximaal 10 centimeter. Die andere wat ik net liet zien, die waren voor maximaal 8 centimeter. Ook deze zijn leverbaar in 4 verschillende soorten. Ook een hele leuke met de handlettering. En dan is er nog een maatje groter. Die zijn voor maximaal doorsnee 12 centimeter. En ook daarin zitten 3 verschillende sleeves. En die zijn ook leverbaar in hele leuke designs. En ik denk dat het designteam van Studio Light komende tijd ook wel allemaal voorbeelden hiermee zal laten zien. En binnenkort ga ik dan zelf even live ermee. Maar wanneer dat precies komt, laat ik nog even weten. Zodra ik tijd heb, want ik heb nog zoveel dingen op de planning staan. Nou, ik wil nog één nieuw artikel laten zien op één setje. Die doe ik even ietsje sneller. Ik zal eerst even mijn koffie opdrinken, want anders heb ik straks helemaal koude koffie. Dan kunnen jullie even bijkomen van alle verschillende dingen. Helen, de crimp sleeves die wat zeg maar vorig jaar eruit waren gekomen, die van voor 8 centimeter en voor 10 centimeter, die zijn beide €2,99. En die andere setjes zijn €3,50. Nou, zijn jullie al een beetje, of vinden jullie de nieuwe dingen leuk, of zeggen jullie van dat hoeft niet? Ja, niet iedereen hoort het altijd gelijk. En volgens mij had ik van die achterste geen prijs genoemd, die van €3,50. Dus het is, vragen staan altijd vrij. En de artikelen ga ik ook allemaal nog even weer linken in onze of op onze pagina. Maar dat zal in de loop van de dag worden. Zo, de koffie is op, anders dan heb ik straks weer van die koude koffie. Dat is niet zo lekker. Nou, vandaag zal de nieuwste Joycrafts collectie bij ons binnenkomen. Die staat nu nog niet in de webwinkel, maar die moet ik vanmiddag nog even toevoegen. Dit zijn nieuwe mix en match malletjes. En die mix en match malletjes die zijn heel leuk te gebruiken in combinatie met duo karton. Of als jij designpapier hebt met een andere kleur aan de achterkant, is het ook hartstikke leuk om te gebruiken. Dit is een beetje het idee van vroeger de Encaier mallen, zeg maar. Dat je zelf alles uit moest snijden. Dan vouw je dat flapje om en dan krijg je dus in een andere kleur krijg je
ja, dat effect. Ik zal het ietsjes dichter in beeld, dan kun je het voorbeeld misschien zien. Daarin zijn dus drie verschillende, een star cirkel, een gewone cirkel en wat borders. Dus eigenlijk alles uit de hobbywereld komt gewoon weer terug. Kijk, hier kun je het ook wel een beetje zien. Het geeft gewoon een heel leuk effect. Dus heb je die oude mallen nog liggen, dan kan je ze zelf ook nog weer gaan snijden. En anders, gemaakt dient de mens, dan kan je het met een malletje nu gaan doen. Dan zijn er twee hele lieve meisjes. Een zittend meisje met een paardenbloem en een meisje op een fiets. Die kun je dus zelf op gaan bouwen met verschillende kleurtjes. Dan een fairy flower en twee losse fairies. Die zijn ook leuk om zelf in kleur op te gaan bouwen. Dan komt er van Noor Design weer een hele gave blauwe mal uit. Die is natuurlijk heel erg gaaf. Ja, ze zijn inderdaad ook bekend onder lacé mallen. En in kaier of in sieren of hoe je het ook maar noemt. Ja, Andrea Floors, als je besteld hebt en je wilt er nog iets bij hebben, dan zou je even contact op kunnen nemen met de winkel of ze eventueel nog wat erbij kunnen doen. Maar dat moet je dan echt even via de webwinkel doen, even een e-mail sturen of even bellen naar de winkel. Nou, dan komt er van Joycraft zelf ook nog een Noordpoolstans uit. En dit is echt een heel leuk, klein, schattig lantaarnpaaltje. Je kan hem voor een gewone lantaarnpaal gebruiken of straks voor de winterkaarten al. Ik zal hem eens eventjes opmeten, dan weten jullie hoe groot die is. Die is 6,5 centimeter. Want je hebt heel vaak van die hartstikke grote lantaarnpalen en dan heb je de hele kaart al vol. En deze is wel super leuk. Echt een leuk, schattig klein maatje. Dan weer een nieuwe Mon Ami. Dit keer Hanna het Nijlpaard. Deze heb ik al een paar keer voorbij zien komen op internet. Volgens mij had Jolanda van Noorm alweer laten zien. Dus dat is weer een van de nieuwe. Dan de Little Happiness serie. Komt een balletschoentje uit. En een klein raampje. Het raampje is ook niet groot. Ook die zal ik even voor jullie opmeten. Dan hebben jullie ook een idee hoe groot die is. Het raampje is ook 6,5 centimeter. Dus je kan niet deze hiervoor gaan zetten. Want dan heb je wel een beetje alles een beetje uit verhouding. Maar in principe als je het combineert met het raam bovenaan. En je doet bijvoorbeeld de lantaarnpaal iets naar beneden zetten. Dan valt het wel weer helemaal in verhouding met elkaar. Dus dat zou je best met elkaar kunnen combineren. Dan hele leuke balletschoentjes. Nou, dit is mijn favoriet. De One of a Kind Alphabet Labels. De vorige die waren hartstikke leuk, maar die zijn natuurlijk ook wat groter. Even kijken of ik zo'n voorbeeld bij de hand heb hoe groot die waren. Nee, ik kan het zo niet laten zien. Maar deze zijn net ietsjes kleiner weer in gebruik en deze hebben een sierlijk lettertype. Dus dit is ook weer een hele leuke aanvulling. Daarbij zitten al gelijk drie losse labeltjes waar je ook weer de letters op kan plakken die eruit vallen. Dus je kan zelf er een beetje mee gaan spelen. Ik denk dat dit weer echt een hardloper gaat worden. Dan vintage flourishes tassels, dat zijn van die, hoe heet die ook alweer? Ja, tassels. Mochten jullie zo op de naam komen, dan laat het eventjes weten. Ik kan er gewoon eventjes niet meer opkomen. Maar die kan je zelf oprollen. Ook deze laat ik even binnenkort in een live uitzending zien. Want ik ga volgende week ga ik weer live met deze lijn van Joycraft. En dan combineer ik dat met een een workshopje. Alleen de dag is nog even niet bekend. Ja, inderdaad, flosjes of kwastjes zijn het. Ik kon er niet meer op komen. Super, dank jullie wel.
Ik ga het dan combineren met een workshop, maar welke dag weet ik nog niet. Want ik ben zelf aanstaande woensdag jarig en dan ga ik geen uitzending geven. Dus het wordt of dinsdag of donderdag. Dan voor de bullet journal of de handlettering zijn er ook weer wat leuke stencils uitgekomen. Ook kan je dit eventueel wel op kaarten gebruiken als je het leuk vindt met stencilen. En dan zijn er nog twee paperpads uitgekomen. Ik vind zelf deze ook wel heel erg leuk. Tenminste, ik heb alleen nog maar de buitenkant gezien hoor. Ik trek hem nu ook tegelijk met jullie open. Want ik kreeg net gisteren van Joycraft kreeg het pakket opgestuurd voor een live uitzending om te gaan verzorgen. Dus ik heb het al in huis, want het is in de winkel nog niet binnen. Maar ik had zoiets van, dan laat ik het ook gelijk nu even live zien. Kijk eens hoe leuk. Hele mooie vogels hierop. Echt een beetje aquarel effect. Dan deze met bloemen. Ja, Willy, die zijn inderdaad ook van Marianne Design al een keer uitgekomen. En ja, alle merken komen met hun eigen producten. Want het is gewoon zo, een designteam kan natuurlijk geen kaarten maken met producten van andere merken. En sommige creaties wil je gewoon leuk afwerken met bijvoorbeeld zo'n kwastje eraan. Of het is net als bijvoorbeeld bloemetjes. Ja, ieder merk zal zijn eigen collectie uit gaan brengen. En dat is waarom er van elk merk soms dezelfde dingen uit gaan komen. Dit is ook gaaf. Ik denk dat ik volgende week het workshopje wat ik ga maken, maar met deze lijn ga doen. Want die is wel heel erg gaaf. Willen jullie trouwens al zien wat voor soort workshopje ik volgende week dan ga doen? Want ik heb al een prototype een beetje in elkaar gezet. Maar ik moet hem alleen nog decoreren. En dat gaat dus worden met dit papier. Want die is wel super gaaf. Nou, dit papier is dus de Soft Colors of Nature. Hij staat nog niet in de webwinkel, maar die zal ik volgende week, of volgende week hoor, mei is, zal ik er vanmiddag even aan toevoegen. Maar dit is inderdaad wel papier om te bewaren. Dat is gewoon eigenlijk zonde om in te snijden. Ik denk dat ik maar even een extra setje erbij neem om te bewaren. Dan komt er nog een paperpad uit van Noordesign. Dat is de Prima Ballerina. Een hele mooie soft pasteltinten. Ook dit is een hele mooie lijn met hele mooie kleuren. Nou twijfel ik. Ik denk dat ik één kaart ga voorbereiden met dat Soft Colors of Nature. En dat ik live ter plekke de kaart mag gaan maken met de andere lijn. Want dat doe ik met de live doe ik altijd met jullie mee. Dus dan doe ik gewoon van beide eventjes. Het komt vandaag bij ons binnen, dit papier. Dit is de ene kant van het designpapier. En dan een hele mooie achterkant erbij. Dus allemaal weer dubbelzijdig. Vanmiddag zal dit in de webshop te verkrijgen zijn. Ja, ik denk dat we inderdaad dit papier wel extra in mogen slaan. Want dit is wel heel erg mooi. Nou, daarbij heeft Joycraft zoals altijd weer een foldertje waar je wat inspiratie uit kan halen. Ook het nieuwe Noor magazine komt vandaag bij ons binnen. Die zat hier niet bij, dus die kan ik jullie niet laten zien. Wat voorbeeldjes. Dus dit is de nieuwste lijn van Joycraft. Die komt vandaag bij ons binnen. Even kijken of ik nog iets heb wat ik jullie kan laten zien. In ieder geval eventjes dat voorbeeld zal ik erbij pakken. Want ik zie dat jullie het wel heel graag willen zien alvast. Nou, dit is het prototype van mijn kaart. Het is een Ik moet even zien hoe ik hem weer goed gevouwen ga krijgen. Want ik ben er zelf even flink mee aan het vouwen gegaan. Dus mijn prototype is een beetje uit zijn
verband, zeg maar. Maar het is in principe aan deze kant, moet hij aan beide kanten naar beneden vouwen. En hier omhoog. Dus het wordt weer een vouwkaart. Die zo en die zo. Nou, ik denk dat jullie de bedoeling wel in de gaten hebben hoe die moet worden. Dus dit is aan de ene kant de vouw. Dus de vakjes. En die vakjes die komen ook aan de andere kant. Dus het is wel een hele grote kaart deze keer. Maar ik zal laten zien dat je hem gewoon netjes in een ding kan doen. Nou, ik heb deze zo ver al heen en weer gevouwen dat hij een beetje uit zijn verband is. Dus het project is gewoon echt zo'n grote vouwkaart. En dan hier komt nog weer een pocket in. Dus de onderkant. Hier kan je dan een label in stoppen. En hier wil ik dan nog een randje achter doen. En je kunt hem gewoon plat gaan verzenden. Dus ik moet nog eventjes, het is een beetje nog het prototype. Maar dit idee gaat het worden. Dus echt een double shirt card noemen ze dat. Ja, ik heb echt handen tekort nu eventjes met deze kaart, geloof ik. Maar dit is het idee. Het is niet moeilijk om te doen. Maar wel heel leuk om te maken. Dus ik hoop het voorbeeld zo snel mogelijk klaar te hebben. En dan zet ik hem in onze Facebookgroep. En dan zet ik de maten erbij. Ja, de afmetingen komen er nog bij. Ja, dit zal wel een kaart zijn wat je weg moet geven. Dat is een beetje lastig om op te sturen, denk ik. Ik ben bang dat hij dan te dik gaat worden. Nou, van de Gansai Tambi ook weer een nieuw setje met Gem Colors. Dat zijn 6 metallic kleurtjes. Vorige keer tijdens de live uitzending had ik die hele mooie verfblikjes van Prima Marketing laten zien. Met die pastel of die, die metallic kleurtjes. Maar die was binnen no time helemaal uitverkocht. En helaas heeft Prima Marketing ze ook uitverkocht. Dus wanneer ze weer komen durf ik niet te zeggen. Dus we hebben nu gewoon weer een alternatief van de Gansai Tambi, de Gem Colors. Er zijn al meerdere setjes van verkrijgbaar. Je hebt ook de Starry Nights, dat is verschillende goud- en zilvertinten. En je hebt ook de Pearl Colors ervan. En nu dus de Gem Colors. Dit wordt ook heel veel gebruikt bij handlettering. Maar ook voor het inkleuren van afdrukjes is het hartstikke leuk. Ik ga binnenkort ook nog een keer een live uitzending met de Gansai Tambi doen. En dan zal ik er live ook mee gaan kleuren. Deze kostte €20,95. Dus dat is dat. Dan had ik vorige week tijdens de live uitzending deze leuke markers van Nuvo laten zien. Die mooie glittermarkers. Nou, die zijn daarna echt massaal verkocht. Die vlogen echt de winkel uit. En ik had vorige week al gezegd, er zijn 6 kleurtjes. En de setjes waren toen niet binnen. En ik dacht eerlijk gezegd dat de setjes ook dezelfde kleuren zouden zijn. Maar dat is dus niet het geval. Want die setjes zijn nu inmiddels wel bij ons binnen. Deze moet ik nog aan de webwinkel toevoegen, want vorige week 's middags kwamen die andere setjes binnen. Dus had ik 's morgens had ik de live uitzending gedaan en toen 's middags toen kwamen ze al gelijk binnen. Dus ik had jullie eigenlijk een klein beetje voorgelogen dat ze er niet waren. Dus dat was een klein beetje een foutje. Nu zijn er dus 9 kleurtjes nog weer bij. Dus voor de glitterliefhebbers, we kunnen ons hart ophalen. Er zijn heel veel glitterkleurtjes nu. En het leuke hiervan, je kan met deze glitters kan je ook bloemetjes op kleur brengen. Ik heb het gisteravond nog heel snel even geprobeerd. Ik denk ik wil weten of het lukt voordat ik dat live ga doen. Dus ik ga het nu straks wel even laten zien. Maar je kan dus met deze glittermarkers ook je bloem op kleur brengen. En dan krijg je een hele mooie glimmering eroverheen. Dus deze zijn nu leverbaar in
6 kleurtjes die alleen los verkrijgbaar zijn. En nog weer 9 kleurtjes die verkrijgbaar zijn in setjes. En zo'n setje, even kijken. Ik heb er de prijs niet op staan, maar ik meen dat een setje 6,50 kost. En dat ze 2,25 per stuk zijn. Dus dat zijn de glittermarkers. Nou, en volgens mij heb ik nu qua nieuwe producten eigenlijk alles wel gehad. En dan wil ik nog even met jullie wat bloemetjes gaan maken. Je komt een maandje bij mij eten en dan kan je alles kopen. Nou, Trudy, je bent welkom. Even kijken, Ingrid, hij koopt de transparante. Waarvan koop je de transparante? Want deze zijn niet in transparant te verkrijgen hoor. Deze zijn alleen in allerlei kleurtjes te verkrijgen. Ik ga ondertussen even mijn strijkijzer in het stopcontact doen. Want ik ga de bloemetjes ga ik deze keer even met strijkijzer doen. Even kijken dat ik hem op de maximale stand heb staan. Dan pak ik een matje erbij. Ja, het kunnen niet altijd grote bestellingen zijn, Samantha. En je moet ook eerst tijd nemen om wat te maken met de producten die je al gekocht hebt. Want anders blijft het allemaal weer liggen. Dat is tenminste vaak zo. En dat is gewoon zonde. Nou, ik heb even een paar dingetjes weer klaargelegd. Ik wil namelijk even met deze bloemen van Studio Light aan de slag gaan. Ik ga nu eventjes een klein beginnetje maken. Ik heb geen idee hoe ver ik ermee kom. En mocht het gewoon niet lukken om veel te laten zien tijdens deze uitzending, dan maken we er gewoon nog een keer weer een nieuwe uitzending van. Nou, ik denk dat Ingrid de Heij die bedoelt van de Wink of Stella, wat ik gisteravond liet zien, dat is inderdaad een transparante glitterpen. Die geeft ook hele mooie glitters af. Dus dan kan je zelf over je papier of alles kan je glitters doen. Die had ik hier over de vleugels van de Fairy gedaan. Dat is het kaartje van gisteravond. Voor degene die gisteravond niet mee hebben gekeken. Deze hebben we gisteravond live gemaakt. En die moet ik nog eventjes verder afmaken. Maar het filmpje daarvan die staat al wel op ons YouTube kanaal. Bij deze bloemetjes heb je dus verschillende soorten bloemen. Hier op het voorbeeld staan allerlei ideetjes al hoe je de bloemen op kunt bouwen. Maar je kunt ook zeggen van nou, ik pak bijvoorbeeld alleen deze bloem en die ga ik in verschillende maten op elkaar plakken. Of je gaat deze twee maten bij elkaar gebruiken. Of je combineert hem met deze. Of je gaat alleen dit bloemetje doen. Je kan er allerlei verschillende modelletjes van maken. Dit is zo'n rolroosje. Die heb ik nu nog niet uitgestand. Dat zal ik een andere keer gaan doen. Hoe je die ronde mal gaat maken. Nou, die ronde mal die heb ik niet uitgestanst. Die gaat een andere keer gebeuren. Nou, dit is ook een heel leuk modelletje met 4 blaadjes. Deze. En bloemetjes in allerlei verschillende maatjes om ook op te bouwen. Ik heb ze nu uit het foam uitgestanst. En ik heb hiervoor het flauwe foam van Leane Creatief. En dat is verkrijgbaar in losse velletjes of in setjes. Nou, ik ga beginnen met even kijken. Ik denk dat ik dit modelletje maar ga pakken. Die komt uit dit setje. Dat is de nummer 94. En ik ga deze keer ga ik hem even op kleur brengen. De eerste met die glittermarkers van Nuvo. Deze moet je even goed schudden voor gebruik. Ja, die roosjes die zal ik later een keer doen, die rolroosjes.
En deze had ik dus vorige week al geactiveerd. Dus dat hoef je maar eenmalig te doen. Want als de punt nog wit is, dan moet je hem zelf even activeren bij aankoop. Wat ik heb gedaan is vanuit het midden van het hart ben ik gewoon gaan kleuren. En als je dat een beetje streperig doet, dan trekt dat leuk in elkaar over. Ik ga eerst even alle bloempjes voorzien van een kleurtje. Want dit is net als met inkt, de kleur trekt wel weer een beetje weg. Want je gaat natuurlijk straks aan het vormen met die markers of met die bloemen. En dan trek je altijd wat kleur er vanaf. Ondertussen eventjes weer een beetje schudden. De setjes van de bloemen die zijn €8,95, meen ik. Ja, die zijn €8,95. Kijk, zie je, en als je hem eventjes weer activeert, komt er weer meer kleur uit. En hier zit er dus echt heel veel glitters in. Ik vind het echt super leuk. Nu kan je ervoor kiezen om deze gewoon los uit de hand te gaan vormen op een opbolmatje. Of je kan ze even met het strijkijzer gaan bewerken. Ik heb gisteravond heb ik deze even los uit de hand gedaan. En wat ik dan doe is blaadje voor blaadje pakken. En die ga je een beetje ronddraaien. En dan doe je hem tussen je vingers even goed heen en weer draaien. En dat kan je blaadje voor blaadje gaan doen. Ja, het leuke van deze bloemen is dat je echt allemaal verschillende maten hebt. En dan kan je er zelf voor kiezen om één maat te pakken of dat je gelijk alle verschillende maten op elkaar bouwt. Dus je hoeft niet met een strijkijzer of andere warmtebron te werken. Je kan het ook gewoon zo met je handen doen. Ja, met de heattool kan inderdaad ook. Er zijn verschillende mogelijkheden om de bloemetjes te bewerken. En dan kan je zeggen van ik ga dan nu eventjes met de opbolpen er nog overheen. En dan heb je al gelijk een leuk vormpje. En dan kan je ook nog deze ietsjes uit gaan trekken. Dus je kan ze echt vormen in allerlei, ja, helemaal naar je eigen idee. Kijk, en zie je dat het paarse nu veel minder heftig is. Dus dan passen ze weer mooier bij mijn project wat ik zo meteen wil gaan maken. Ik zal de volgende eventjes met het strijkijzer doen. Dan hou je hem even tegen het strijkijzer aan, zodat hij warm wordt. Even kijken, mijn strijkijzer moet ik iets warmer zetten. Dat is eventjes voor jezelf testen van hoe warm je moet zetten. Zodra die warm genoeg is, dan krullen ze eigenlijk gelijk om. Mijn strijkijzer moet nog ietsjes opwarmen. Ja, ik was inderdaad vanmorgen ook nog weer live beta. Het is een drukke bende vandaag of deze week met mijn live uitzending, maar hartstikke leuk. Nou, jullie kunnen inderdaad ook nog gewoon weer inschakelen nu. Ik ben ondertussen begonnen met de flauwe bloemetjes.
Deze laat ik eventjes zo liggen, dan kan hij een beetje in model trekken. En dit is voor mij straks ook gewoon weer uittesten van hoe die eruit komt te zien. Ja, dit is natuurlijk gisteren net nieuw binnengekomen. Dus ik heb ook geen tijd gehad om al een voorbeeldje te maken. Dus we doen het gewoon live en mislukt het dan, mislukt het. En gaat het wel goed, dan hebben we geluk. Ik heb hier overigens wel even een extra strijkijzer voor aangeschaft. Gewoon een goedkope via de bol.com. Want dan hoef ik hem niet elke keer schoon te maken. Papaverbloemenstansen. Nee, geen idee of het die zijn. Ik denk dat ik deze als onderste blaadje ga gebruiken. En dat ik die andere erbovenop ga plakken. Ga ik ondertussen gelijk even mijn lijmpistool aanzetten. Dan kan die warm worden. En dan ga ik even wat meeldraadjes erbij zoeken. Degenen die mijn vorige uitzending hebben gezien met de Leane creatief malletjes, die weten misschien nog wel dat ik die stripjes van de boterhamzakjes heel graag hiervoor gebruik. En even kijken wat voor kleur meeldraadjes ik erbij ga pakken. Ik denk dat ik maar gewoon wit ga doen. Dat is wel het mooiste bij deze. De meeldraadjes zijn ook van Leane Creatief. Je kan zelf kiezen hoeveel meeldraadjes je erin gaat doen. Met mijn tool van Joycraft ga ik even wat gaatjes erin maken. Even een snijmatje. Ja, dat is misschien een beetje... Ik vind het zonde om in mijn groene mat hiermee te gaan stansen. Want als je met deze gaat stansen, dan heb je echt een gaatje wat erin blijft zitten. En dat vind ik jammer van mijn dure groene magnetische mat. Dus voor dit soort dingen gebruik ik altijd nog eventjes een oud vies matje. En als je nu een gaatje erin maakt, dan kun je straks die meeldraadjes iets makkelijker doorheen trekken. Zo. Ja, ik vind dat echt jammer om inderdaad op die dure mat wat te doen. Die roze heb ik ook en daar doe ik het ook niet op. Ja, een camping strijkijzer is inderdaad ook nog wel makkelijk. Maar meestal ben ik alleen maar met... Als ik met de bloemetjes doe, dan doe ik alleen maar echt even bloemen maken. Dus dan heb ik ruimte zat op mijn werkplek. Dus dan kan deze er prima naast staan. Maar zo'n camping strijkijzertje is inderdaad wel een heel goed idee. Of eventueel van Encaustic. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Daar heb je ook van die leuke kleine strijkijsjes van. Die zou je er ook voor kunnen gebruiken. Ja, het is ook een complete werkplaats geworden hier. Je wil ook mijn huiskamer eigenlijk niet meer zien. Ik hoop dat ik straks toch een keer weer naar boven naar mijn hobbykamer kan. Dat zou wel heel veel schelen. Kan ik ook wat langer of alles wat makkelijker laten liggen. En daar heb ik een hele grote werktafel. Dus dat zou wel ideaal zijn. Ik hou het meestal gewoon even tegen het strijkijzer aan, maar niet zo lang. Nou, ik heb nu 4 meeldraadjes gepakt. En ik ga ze een beetje verspringend ga ik ze ertussen doen. Dus ik vouw ze dubbel. Even kijken of het te zien is. Ik doe dat ijzerdraadje er doorheen. En die draai ik eventjes rond zodat het goed vast zit.
En dan trek ik mijn bloemetjes er doorheen. Of meeldraadjes er doorheen. En dan kan je er zelf voor kiezen hoe groot je de ruimte hier tussen wil laten. Kijk, nu heb ik zeg maar verspringende meeldraadjes. Dus dat ziet er een stuk natuurlijker al uit. Dan doe ik de tweede laag. Trek ik er ook doorheen. En wat ik nu eerst doe is even een klein druppeltje lijm erop. Ik heb mijn lijmpistool buiten beeld staan, maar dat geloven jullie vast wel. Dat weten jullie wel hoe dat werkt. En dan duw ik er deze tegenaan. En dan kan je gelijk je blaadjes alweer leuk in model gaan duwen. Dan de volgende laag er tegenaan. Dus ik heb hem nu uit 4 opgebouwd, maar dan kan je zelf kiezen van hoeveel laagjes als je wilt. Probeer ondertussen jullie reacties mee te lezen, maar nu ik zo fanatiek aan het plakken ben, is dat even wat lastiger. Kan het zijn dat ik iets mis? Maar dan reageer ik later nog eventjes. Dan lees ik het straks na die tijd eventjes terug. Oeh, dit is wel een heel leuk model bloemetje trouwens. Die kan je heel leuk zelf op gaan bouwen. De laatste laag, die had ik dus gewoon met de handen gedaan. Dus die is ietsjes platter geworden. En dat vind ik wel heel erg leuk als onderste laagje. Kijk, want die blijft gewoon ietsjes meer platter naar beneden staan. Kijk, en zo heb je je bloemetje al helemaal klaar. Ik vind dit wel echt een superleuk model. En nu heb ik hem dus met 1 maat gemaakt. Maar ik had ook nog kunnen zeggen van, nou, ik wil in het midden wil ik een kleinere hebben. Je kan hem met de 3 laagjes op gaan bouwen. Dus dit is het eerste bloemetje. In het midden heb ik dus een klein beetje paarse accenten gedaan met die glittermarkers van Nuvo. Maar wat je eventueel ook nog kan doen, vind je bijvoorbeeld het helemaal leuk om een glitterbloemetje te krijgen. Dan kan je er ook nog overheen gaan met de spray en sparkle. Dat is een hele leuke spuitbus met glitters. Ik pak daarvoor even een oude theedoek, dat ik niet mijn hele werkmat onder glitters heb. Dan ga je eventjes mee schudden. En dat kan je er gewoon overheen sprayen. En hoe meer je sprayt, hoe meer glitters je natuurlijk krijgt. Ik weet niet of het in beeld te zien is, maar er zit echt een hele mooie glimmering overheen. Nou, het is lastig om te zien, om goed erin te krijgen. Maar je krijgt met die spray en sparkle dus gewoon een transparante glitter eroverheen. Dat is superleuk spul weer. Ach, er is veel te veel leuks te verkrijgen. Dat is het probleem, hè. Alles is leuk. Nou, dit is het eerste bloemetje. Even kijken, het is al bijna 11 uur, zie ik. Leuk, ik word alleen zo peu nouveau van het gekriegel. Het is gewoon eventjes, ja, je moet er even handigheid mee krijgen, Marije. Het is in het begin inderdaad even gepriegel met die bloemen, maar het is gewoon, ja, oefenen. En hoe vaker je het gedaan hebt, hoe sneller het gaat ook. En ach, het is ook lekker ontspannen om gewoon bijvoorbeeld een keer een avondje dom bloemetjes te gaan zitten maken. Ik heb zelf ondertussen ook al een bakje vol. Ik zal het even laten doen. Pakt glimmermist op dit foam? Ja hoor, glimmermist kan ook.
De spray wat ik heb gebruikt is de spray en sparkle van Crafters Companion. En ik heb de Pearl Diamond gebruikt. Zo'n spuitbus kost €7,50. Ik ga nog even één bloemetje met jullie maken. En dan zit de tijd er helaas ook alweer op. Want ik wil nog eventjes laten zien met de Distress crayons. Dat je daar ook heel mooie bloemen mee op kleur kan brengen. Kijk, wat ik dus af en toe ook doe is gewoon even een keer een avondje bloemetjes gaan zitten maken. En ik heb ook al een bakje vol. Kijk, op deze had ik ook de spray en sparkle gebruikt. Ik weet niet of het bij deze beter te zien is met de glinstering. Nee, ook niet echt. Jammer. Nou, jullie moeten maar gewoon op mijn woord geloven. Hier zitten echt hele mooie glinsteringen op. Kijk, maar zo heb ik ook al een heel bakje vol met bloemen. En dan, ja, als ik een keer wat nodig ben, dan pak ik er gewoon weer wat uit. Dit is dan met lianenmalletjes. Dus ieder merk heeft zijn eigen malletjes. En daar kan je eigen soort bloemetjes weer mee maken. Het is gewoon leuk om te doen. Ik ga nu nog even met de crayons de een maken. Eventjes wat erbij pakken. Nou, de crayons van de Distress, daar heb je heel veel verschillende mogelijkheden mee. Het is ook heel erg leuk om daar zelf achtergronden mee te maken. Maar het is dus ook heel erg leuk voor bloemetjes. Ik ga nu deze kleur eens gebruiken. Dat is de Festive Berries. En crayons zijn dus eigenlijk gewoon een soort krijtjes. Want als je op internet gaat kijken naar de buitenlandse filmpjes voor de bloemetjes maken, zeg maar, van de Foam Miran, dan zie je heel vaak dat ze iets van, ja, ook van die pastelkrijtjes gebruiken. En deze crayons zijn dus eigenlijk vergelijkbaar daarmee. Ik ga nu dit leuke modelletje eens pakken. En daar ga ik in het midden een kleiner bloemetje doen. Dus dit modelletje komt uit het set van deze. Dat is de nummer 92. En ik heb geen idee hoe die uitpakt. Dat gaan we gewoon proberen. Met foam door de cuttlebug, ja hoor, dat gaat prima. Je pakt gewoon een klein beetje van die Distress crayon op. En dat dep je mee langs de randjes van je bloem. Nu heb ik een vrij nat doekje. Dus dan wordt de kleur ook wat lichter. Hoe donkerder je de kleur hebt, zeg maar. Of hoe droger het is, hoe donkerder de kleur erop blijft. Met deze kies ik ervoor om de buitenste blaadjes een beetje te doen. Ik zal ook even laten zien dat je ook het hele blaadje ermee op kleur kan brengen. Dus dat je niet per se gekleurd foam hoeft te nemen. Maar dat je ook alles met wit foam kunt doen. Die kleine, die ga ik gewoon helemaal rood maken. Kijk, zie je, je kan heel makkelijk je hele blaadje zo op kleur brengen. Ik ga bij deze ook de achterkant eventjes op kleur brengen. Want dan blijft het bloemetje aan beide kanten hetzelfde qua kleur. Als je hem dan omkrult straks, dan ziet het er net wat mooier uit. Zo, dat is dat. Deze nog eventjes. Ik denk dat ik dit bloempje maar even per blaadje ga verhitten. Dan denk ik dat hij net wat mooier gaat worden.
Dus je kan prima één blaadje even tegen je strijkijzer aandoen en die zo iets in vorm gaan vouwen. Dus deze kies ik voor om alleen maar ietsjes aan te tippen, zodat de blaadjes omhoog komen. Het wordt altijd iets lichter als je de blaadjes gaat verhitten. Dus de kleur gaat altijd iets te vanaf. Volgens mij gaat dit ook wel een heel leuk modelletje worden. Ja, je kunt de bloemen zo altijd maken naar je designpapier, klopt. Dat is het ideale van zelf bloemen maken. En je kunt het met foam doen, maar heb jij geen foam? Foam geeft natuurlijk wel super gaaf resultaat. Maar je kan het ook altijd nog doen met papier. Je kan ook gewoon prima papieren bloemen maken. Nou, ik vind het wel leuk dat er zo ook op de ochtend toch nog heel veel kijkers zijn. Ik was in het begin echt even aftasten van, nou, of er wel belang bij was voor 's morgens. Maar ik zie dat er toch best veel mensen 's morgens wel tijd en zin hebben in een leuke live uitzending. Ik heb mijn strijkijzer nu behoorlijk warm staan. Dus eigenlijk op de maximale stand. En het middelste blaadje. Even kijken. Dat is die. Dan even kijken. Ik denk dat ik bij deze straks een grote parel in het midden ga doen. Dus ik plak deze gewoon zo op elkaar. Eventjes nog iets bewerken met mijn flower shaping toolkit. Dan kan je het nog net iets mooier in model krijgen. Oh, beterschap, Karin. Ja, dat is dan minder leuk dat je om die reden mee kan kijken. Nou kan je deze kan je ook op gaan bouwen. Ik heb er even een druppeltje lijm onder gedaan. En ook hier kan je voor kiezen... Ja, je kan het met 4 laagjes doen. Je kan het met 3 laagjes doen. Ligt er ook maar net aan hoe dik jij de bloemetjes wil maken. Want voor sommige kaarten heb je natuurlijk ook maar gewoon een heel klein bloempje nodig. En dan moet je gewoon kiezen om bijvoorbeeld nu te stoppen. En dan heb je gewoon een hartstikke leuk bloemetje. Ik wil hem nog 1 laagje erbij onder hebben. Ja, dat is wel het verraderlijke van kijken. En dat inderdaad vaak nog weer geld kost. Want dan zie je het en dan wil je het toch ook wel graag hebben. Kijk, en nu kan je ervoor kiezen om hier bijvoorbeeld wat leuke pareltjes in te gaan gooien. Kijk, want het bloemetje is zo hartstikke leuk. Maar ik heb nog wel wat, even kijken of ik ze binnen handbereik heb, kleine pareltjes. Dat maakt het misschien nog net weer af. Of kan, nee, wacht even. Ik heb een splitpen, geloof ik. Of is die te groot? Die is te groot. Ik ga er toch gewoon... Ja, soms ben ik ook een beetje besluiteloos. Ik ga er toch een gaatje in maken en gewoon een meeldraadje erin doen. Ja, dat hoor ik inderdaad van heel veel. Dat de griep... heel erg hardnekkig is voor sommigen. Dat het gewoon niet over wil gaan. Nou, nog even een gaatje erin gemaakt. En ik ga toch maar wat meeldraadjes erin doen. Deze keer mooie roze erin. Kijk, de kleur is nu gewoon een heel stuk lichter nog weer geworden. Dus je kunt echt wel bij de, zodra je ermee bezig gaat, kan je best wel een donker kleurtje ervoor pakken. Dat je ja, de blaadjes echt wel 2-3 tinten donkerder aanzet. Of je kan achteraf, kan je natuurlijk ook nog weer de kleur een beetje nog erbij gaan
Je kan altijd weer donkerder maken. Nog even gewoon een keer weer herhalen met die crayons er langs heen. Even weer een stukje ijzerdraad. Halen er doorheen. Dat gaatje dat maak ik met deze hole screw punch van Joycraft. Daar kan je met 3 verschillende gaatjes zitten daarin. En die is echt heel handig in gebruik. Zo. Nou, het wordt een 4 van die meeldraadjes. En doordat ik nu dat ijzerdraadje eraan heb, dan kan ik het heel makkelijk er doorheen trekken. Deze keer wil ik de meeldraadjes wel op dezelfde hoogte hebben. Kijk, zie hoe leuk dat staat. Even een drupje lijm eronderaan, zodat die meeldraadjes goed vast blijven zitten. Zo. Meestal plak ik dit gewoon zo aan de achterkant een beetje vast. En dan wil het daarna ook nog prima op de kaart blijven zitten. Dat ijzerdraadje zou je er nog weer af kunnen knippen. Ik laat er vaak gewoon onder zitten. Kijk, zie je, zo heb je toch een hartstikke leuk bloemetje. Ik blijf alleen een beetje aan de draadjes plakken van mijn lijmpistool. Kijk, ik vind hem helemaal leuk. En ook hier kun je dan nog weer die leuke spray en sparkle overheen doen. Zodat je echt een, weer een glimbloemetje krijgt. Dus dit is met dit model bloemetje gedaan van Studio Light. Dus ja, je kan er allerlei verschillende modelletjes mee maken. Het werkt heel verslavend. Dus ik hoop dat jullie dit weer een leuke en leerzame uitzending vonden. Mochten jullie nog vragen hebben, laat het gerust even weten. De volgende live-uitzending is aanstaande zondag in onze Facebookgroep. En dan gaan we aan de slag met, even kijken, de Crealis bloemen en de Lindy's Magicals. Dus dan gaan we bloemetjes inkleuren. Dus voor nu wil ik jullie allemaal nog een hele fijne dag wensen. Ik ga in de loop van de dag de nieuwe producten van Joycrafts nog even opzetten. Die moest ik er nog opzetten. En deze artikelen wat ik vandaag gebruikt heb, zal ik ook nog even allemaal gaan linken in onze webwinkel. Dus dat komt allemaal in de loop van vandaag nog eventjes. Nog even het model van de bloem voor Sonja van der Donk. Dat was deze bloem wat ik hiervoor gebruikt heb. Dat is mal 94. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag en tot de volgende keer. Bedankt weer voor het kijken. Doei doei!